Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij, ja we zijn er even tussenuit geweest, maar welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van The Beginning. Dit is al ondertussen de 14e aflevering van The Beginning. En in The Beginning probeerde ik in het begin mijn nieuwe kijkers een duidelijk beeld te geven van wie ik ben en hoe ik begonnen ben op YouTube. Ondertussen is The Beginning meer een soort serie die, als je nieuw bent op mijn kanaal, kan je alle The Beginnings kijken. En dan weet je precies wat ik allemaal gedaan heb en dat soort dingen. En dus ik zou zeker ze allemaal kijken als je net nieuw bent door een potgrond district of door een GameStop district. Dan weet je precies wie ik ben. Vlak voor Viet 2019 maakte ik een video waarin ik vertelde wat ik ga stemmen. En dan hoop ik dat ik een beetje invloed had op de meeste mensen van, hey, stem dit ook. En daar heb ik dus een hele video over gemaakt. In 2020 wil ik zelf de video award winnen voor beste nieuwkomer. Al gaat dat waarschijnlijk niet lukken, we gaan het wel gewoon proberen. En hier kunnen jullie een stukje zien van deze video. Beste vlogger. Nou, die hoor ik eigenlijk te krijgen, maar de Belinga's. Don Game Meneer, Don is geen vlogger. En zo Knol, is wel een vlogger, maar ja, nee, niet dat ik aan twijfel of je een vlogger is of zo. Maar het is gewoon die oude media die zal meteen weer denken, ja, en zo Knol wordt het wel weer, die upload elke dag. Toen het net na de jaarwisseling was, dus het net 2020, net 2019 was, toen heb ik een week lang niks geüpload. Dus dat was in de eerste week van 2019. En daarna dacht ik, ja, als ik nu weer niet upload, dan lukt het mezelf niet. Dus vanaf dat moment dacht ik, ik ga weer uploaden. En mijn allereerste upload van 2019 was een vlog. En de vlog heet We zijn hier eindelijk terug, waarin ik voor de derde keer naar de IKEA ga. En in dit deel van de vlog deed ik een beetje HFSD, een hele oude Harme Frodo vlog, na door te gaan boksen. Verder is het echt sinds een half jaar terug in mijn kanaal een tijdperk van diss tracks. Ik heb er echt heel veel gedropt naar een GameStop, naar Delly, naar Potgrond, naar Noah Sambrink, allemaal. En soms dan had ik gewoon zin om ook even te vertellen hoe ik zo'n diss track precies gemaakt heb. En dat deed ik ook in bepaalde vlogs. Deze vlog is er bijvoorbeeld één van. En vandaag neem ik jullie een dag mee. Ik heb een enorme tas mee vol attributen en ik ga nu op pad. Ik ben aangekomen bij de allereerste plek voor de diss track. Als kind ben ik geboren in een ziekenhuis, het Meander ziekenhuis. En dat wordt ondertussen gesloopt, want er is een nieuwe locatie in Amersfoort gebouwd, waar nu het nieuwe ziekenhuis is. En dat oude ziekenhuis, dat werd dus gesloopt. Maar ik had eigenlijk zin om daar nog één keer in mijn leven te komen. Dus ik ben onder een hek doorgeglipt en ben daar nog even één keer in mijn leven geweest voordat het compleet weggaat. Het is allemaal helemaal niet zo heel spannend. Iedereen heeft wel eens dat hij echt geen zin heeft in school of in een schooldag. En wat mij altijd helpt is gewoon als we op excursie gaan of zo, iets waarvan ik denk, ja, wat moeten we nu weer daarvan verwachten? Gewoon een vlogcamera mee, veel plezier maken. En dat heb ik dus ook in deze vlog gedaan, dat we naar de Eemlandhoeve gingen. We zijn nu op weg naar Bunschoten door de regen, dus het is echt super vervelend weer. En ik hoop dat we er snel zijn, maar het is 10,4 kilometer, dus ik denk het niet eigenlijk. Ook ben ik nog naar Luik geweest. Luik is een dorp in België. In Luik is een deel van Flikken Maastricht opgenomen. Een best wel groot deel. Ik denk dat het de ene belangrijkste stad is uit Flikken Maastricht. Want Maastricht is natuurlijk het allerbelangrijkst. En op de plekken waar zij hebben opgenomen, daar heb ik ook opgenomen. En daar kan je nu even een stuk van zien. We zijn aangekomen in Luik. Kruisboog. Alle diss tracks die ik gemaakt heb, zijn eigenlijk diss tracks waarvan ik dacht, nou, ik vind het zelf cool om iemand te dissen. En daarom maak ik de track. Maar voor één keer ben ik zelf gevraagd van, wil jij een diss track voor mij maken?
En meestal doe ik dat alleen echt bij YouTubers waaraan ik zie dat ze YouTube serieus nemen. Dat ze veel uploaden en zo. Een van deze YouTubers die dat deed en die dat vroeg, was Klanting Games. Over Klanting Games heb ik een diss track gemaakt. En daar kan je nu even een stukje van zien. Ze vragen mij nu voor een diss track. Mijn reactie is alweer back. Deze man heeft 1000 abonnees. Speelt maar Fortnite voor het vlees. Hij denkt hij is cool, maar dat is hij niet. Fortnite is het enkel wat hij ons biedt. Verder had een lange tijd terug Jetter, mijn Belgische collega, een diss track gemaakt over Delly. Delly is een YouTuber die de editor van Dus David Games toevallig is. Dus daar heb ik een diss track over gemaakt, omdat hij er ook een diss track over had gemaakt. En van die diss track kan je nu even een stuk zien. Rot op met je clickbait, want niemand die mag je. Je bent echt niet grappig, dus rot op met het lachen. Content stelen is voor jou niks nieuws. Zonder Famke in de titel haal je geen views. Aan het einde van het jaar, aan het eind van 2019, wou ik heel graag een video maken waarvan mensen konden zien hoe mijn jaar was. Alleen, ik heb nooit zo'n zin om op 31 december een stuk of 20 jaaroverzichten van elke YouTuber te kijken van... Kijk nou, dit was mijn jaar. Dus ik dacht, want ik upload altijd al een jaaroverzicht op mijn verjaardag. Dus dan moet je niet twee keer per jaar gaan doen. Dus ik dacht, ik ga een muzikale parodie neerzetten. Die me best wel heel erg nog deed denken aan mijn allereerste parodie. Met mijn gitaar en gewoon spelen en... rappen, soort van zingen, ik weet niet hoe je dat precies moet noemen. En daarin heb ik 30 hoogtepunten van het hele jaar behandeld. Daar kun je nu even een stuk van zien. Daar ben ik weer. Dit was 2018, het einde doet zeer. EO 2018 is klaar. Het begon naar mijn mening allemaal raar. Daar ben ik ook naar een klimaatstaking geweest. Dat betekent dat je een dag lang niet naar school gaat, maar naar Malieveld in Den Haag. En daar gaat protesteren tegen de overheid die zo weinig doet voor het klimaat. En daar heb ik nog een aftermovie van gemaakt. Best veel bekeken op mijn kanaal. En daar kun je nu even een heel kort stukje van zien, want de muziek is niet van mij. Dus die 5 seconden heb ik volgens mij, dat kan je nu even zien. You've been a stranger lately. Verder maakte ik een video die echt heel erg gejat was. Het hele concept was gejat. Maar ik had, zoals Kingeleur dat altijd wil, even duidelijk aangegeven in mijn video van wie ik het gejat had en zo. Het concept was, je gaat 48 uur op reis, zogenaamd. Dus je plakt jezelf in allemaal foto's, bijvoorbeeld bij New York Vrijheidsbeeld en dat soort dingen. Zodat het lijkt alsof je daar echt bent, terwijl je daar niet bent. Dat heb ik ook gedaan en dit was het intro van die video. Ik krijg wel eens de vraag, is het moeilijk om YouTuber te zijn? En ik antwoord dan meestal, er zijn 2 dingen die je daarvoor nodig hebt. Ding 1 is tijd. Ding 2 is doorzettingsvermogen. Een belangrijke verandering van mijn kanaal de afgelopen tijd is dat ik ben gestopt met het maken van de vlogtrailers. Want het sloeg eigenlijk nergens op. Een van de allerlaatste vlogtrailers die ik nog wel heb geüpload was deze. Ik heb bij de Action dit smerige spul gekocht. En wat we hiermee gaan doen is dit proberen te smelten in kokend heet water. En voor alle mensen die nog niet genoeg gezien hebben. Jullie kunnen hier nog even een korte compilatie zien van al deze video's die ik net heb behandeld. En als je ze allemaal helemaal wil zien, dan kan je ze natuurlijk even opzoeken op YouTube. En alvast heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer! Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze nieuwe video. Je merkt namelijk dat heel veel YouTubers die niet snel de abonnees krijgen die ze zouden willen hebben, stoppen met YouTube terwijl ze nog een weinig aantal abonnees hebben. Zoals ik heb dus een weinig aantal abonnees. When you want to get off that darkest ground, je ziet hier bijna gravity niets, het, pulls you straight down. U zegt dus dat de Amerikanen een atoombom hebben gegooid op Amerikaans grondgebied, dat die in de oceaan terecht is gekomen en daarna door Frankrijk uit de zee is. Online kijk je klik. Net zoals je hebt er levert, zie je niks. Kijkers roosten mensen prank.
kouden. Wat je ook doet, dat zal mij niet vervallen. Nou, ik heb een rekensommetje gemaakt. Het jaar ging de vlucht. Gelukkig was aan het einde zelfs Noah Sambrink terug. Hallo. Ja, nou, Noah is in de vlog. Noah gaat jullie even een beetje verhaal vertellen. 182 weergaven op de top 25 mensen ooit. Maar jij staat er niet in, dus dat lijstje komt nooit. Je krijgt heel veel dislikes, dat doet maar gewoon. Dat kan je niet accepteren. Je hoeft een dislike komt. Ik heb 8 reviews gemaakt. En de allereerste reviews zijn van vandaag. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, maar ze draagt dat. Dit was mijn distractie dag.